Yo mensen van Noem Maar Gamen, super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar alweer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op Noem Maar Gamen. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken en hopelijk hebben jullie er weer zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. Wij gaan in deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island gewoon weer lekker verder waar we de vorige keer waren gebleven. En de vorige keer kwamen wij erachter dat wij roze dye moesten maken. Voor de mensen die zich afvragen, Job, waarom moet jij dan weer roze dye maken? Nou, dat zal ik je wel even uitleggen. De vorige aflevering zijn wij bezig geweest met het maken van de plantage. Die we uiteraard maken op het toeristische slash tropische eilandje. En deze aflevering wil ik graag op dat eilandje een strandhuisje gaan maken. En ik wil deze aflevering graag de plantage, oftewel de glazen kas, gaan afmaken. Daarvoor heb ik wel even het een en ander nodig. En hetgene wat ik sowieso even nodig heb, dat zijn rozen. Nou, zoals jullie hier kunnen zien, ik heb jammer genoeg geen rozen bij me. Dus ik zal er even een paar moeten proberen te gaan krijgen. En dat kan ik op verschillende soorten manieren doen. Maar wat mij de handigste manier leek, is door het gewoon even te gaan doen met bone meal. Dus ik dump nog heel even snel het een en ander in de kisten wat ik deze aflevering gegarandeerd niet ga gebruiken. Anders warrelt het namelijk in mijn inventaris en dan irriteert het me alleen maar enorm erg. Dus ik ga het gewoon even een beetje dumpen. Vooral echte dingen waarvan ik zeker dat ik ze niet kan gebruiken. Kijk, bijvoorbeeld dit kan altijd van pas komen. Dus dat kan ik enigszins wel meenemen. Kijk, furnaces heb ik deze aflevering sowieso niet nodig. Ik wist trouwens niet dat ik hier nog een aantal in had. Anders had ik de vorige aflevering niet zoveel nieuwe gemaakt. Ja, gelukkig heb ik zat steen, dus dat is in principe wel mooi meegenomen. Klei heb ik bij, want dat heb ik eigenlijk ook niet nodig. Dus dat doe ik zo lang nog even hierin. Ik heb nog een klein beetje deur bij me wat ik nodig heb. Ik heb nog carrots bij me, die heb ik ook niet nodig. Ik heb geen idee waarom ik überhaupt gravel bij me heb. Dat heb ik geloof ik de vorige aflevering per ongeluk gepakt. Omdat ik waarschijnlijk dacht dat het steen was. Dus dat heb ik ook niet nodig. En sugarcane heb ik niet nodig. En voor de rest kan ik eigenlijk alles wel goed gebruiken. Wat ik bij me heb. Die hoes ook wat chill om te hebben in principe. En dit is chill om te hebben. Ik heb alleen arrows. Oh ja, dat kwam natuurlijk omdat ik Miley Cyrus deze aflevering wou gaan ophalen bij mijn kasteel. Dus dat is ook nog even iets wat ik deze aflevering graag zou willen doen. En voor de rest ga ik dus nu even kijken of ik wat van die rozen kan krijgen. Want die rozen hebben wij namelijk deze aflevering gegarandeerd nodig als wij die roze kas willen gaan maken. Dus ik ga even kijken of ik genoeg bone meal bij me heb. Ik ben er vrij zeker van dat ik dat wel heb. Ik moet alleen nu even hopen dat ik niet alleen maar van die vervelende trollbloemen krijg. Wat zijn het eigenlijk voor bloemen? Dat zijn, oh ja, dandelion. Dat zijn normaal gesproken gele bloemen. Dus dat is enigszins wel ironisch. Want ik heb natuurlijk laten veranderen in trollfaces. Dus voor de mensen die zich afvragen, joh, welke bloemen zijn dat? Dat zijn dandelions. Ik geloof dat het paardenbloemen zijn in het echt. Maar dat weet ik niet zeker. Ah, kijk, twee rozen. Nice. We kunnen dit trouwens beter even doen op het vasteland, denk ik, in één keer. Want we moeten namelijk sowieso naar het vasteland toe. En als we op het vasteland boonmuur gaan plaatsen, ziet het er wat beter uit dan hier. Want hier krijgen we dan in één keer allemaal gras. En ik wil het hier eigenlijk niet helemaal volgroeid hebben, als ik heel eerlijk ben. Dus even kijken of ik hier nog minecarts in heb zitten. Ik geloof... Oh, hier is er eentje. Kijk, dat is mooi meegenomen. Nou, in ieder geval, jongens en meisjes. Ik heb geprobeerd een naam te krijgen voor in de Book of Fame. Alleen op een of andere manier doet mijn internet heel erg raar. Dat heeft ermee te maken omdat ze namelijk bezig zijn met het aanleggen van iets. Dus dat is enigszins een klein beetje vervelend dat mijn internet nu heel vaak eruit knalt, et cetera, et cetera. Maar als het morgen gewoon weer goed is, garandeer ik jullie dat ik morgen sowieso twee mensen in de Book of Fame ga zetten. En als we nou meer dan de 1000 blauwe duimpjes op deze video halen, komt er morgen ook nog iemand op de Wall of Fame. Dus stel, we halen de 1000 likes op deze video, komen er twee mensen in de Book of Fame en één iemand op de Wall of Fame. Dus dat wou ik jullie nog even vertellen. Ik zou het dus enorm op prijs stellen als jullie even een like op deze video zouden willen achterlaten. Jullie moeten het natuurlijk zelf weten. Ik zou het alleen heel erg leuk vinden. En ondertussen probeer ik zoveel mogelijk van die rozen te krijgen. Oh, kijk eens aan, jongens en meisjes. Daar zijn heel veel rozen bij elkaar. Dat is heel mooi meegenomen. Geen idee hoe die in één keer allemaal bij elkaar komen, maar ze zijn er wel. En ik geloof dat je roze op de volgende manier maakt. Ik geloof dat je dat namelijk zo doet. Even kijken. Ik hoop het wel. Ik ben vrij zeker, hoor. Ja, nice. Kijk, pink dye. Nice. We hebben er al 22, wat al erg veel is. Maar we gaan er gewoon voor de zekerheid nog even wat meer bij halen. Want we kunnen beter te veel hebben als te weinig, zoals ik dat altijd zeg. Daarnaast wil ik binnenkort ook graag weer verder gaan met mijn doolhof. Ik zal jullie heel even een kleine rondleiding geven rondom mijn doolhof. Want veel mensen weten het namelijk niet. Maar ik ben een tijdje bezig geweest met een doolhof. Daar kan ik misschien de volgende aflevering wel mee verder gaan. We moeten alleen nog even een klein beetje met redstone het een en ander gaan doen. Maar ik zal jullie laten zien. Dit is het doolhof. En ja, zoals jullie kunnen zien, jullie weten wat een dolf is. Je kunt hier naartoe. En als je dan hier naartoe gaat, staat hier heel random. Sta op het gele blok en druk op de knop voor het goede spoor. Dus dan ga je op de gele blok staan. Je drukt op de knop en dan zou die aan de kant schuiven. En als je dan daar opvalt, dan komen er allemaal pijlen in je. Dus dat is vrij ironisch, ook al zeg ik het zelf. Ik ben blij dat mijn eerste redstone werkje eindelijk gelukt is. Dit kunnen we misschien nog een keer gaan overkappen, maar daar moet ik nog even over nadenken. Is namelijk niet echt nodig. En hier heb je dan gang 1.
Die ik dus nog verder moet maken. Die ik überhaupt nog af moet maken. En dit is trouwens de verkeerde gang. Hier moeten we een bepaalde val in gaan maken. En als je dan naar beneden gaat, dan kom je bij gang 2. En zoals jullie kunnen zien, hier is letterlijk niets. Dus jullie vragen je dan misschien af. Ja, maar Job, die deur is hier dicht. Hoe kun je die openmaken? Nou, dat is het leuke. Je doet zo. En ik kan er doorheen. Dus dat is een beetje het hele idee van het dolven. Eigenlijk hoop ik natuurlijk dat dan iemand de eerste gang neemt. Oftewel die gang. Dat als namelijk iemand deze gang neemt, dan zit hier dus een of andere vage val. En ik zat eraan te denken om ook iets met deuren te doen. Gewoon een enorme deurendolf. En hier moeten we eigenlijk ook nog even wat doen. Hier moeten ook nog een paar vallen zitten. Er moeten een paar vallen zitten voordat je bij de lever komt. Dus we zouden nog iets kunnen doen met van die dispenders. En dan hebben we wat meer arrows nodig. Ik heb hier natuurlijk wel een aantal. Dus we kunnen hier... of pistons. Ja, als we nou hier twee pistons doen. En die komen tegen elkaar aan. Dan word je geplet. Dat is mij toch wel een partijtje episch, jongens en meisjes. Dat is een leuk idee. Dus wat we dan doen, is dan plaatsen we... Hier een piston, hier een piston, hier een piston, hier een piston. Hier komt allemaal redstone onder. Hier twee van die, die pressure plates. En dan word je geplet. En als je dan daar bent, dan zitten er hier ook twee pressure plates. En op die manier doe je dan eerst wat damage voordat je dan officieel bij de lever bent. Dus laat hier even beneden weten in de comments. Ik hoop dat ik de mogelijkheid krijg om de comments überhaupt te lezen in verband met mijn internet. Maar laat me weten in de comments of jullie mij de volgende aflevering weer verder willen gaan zien gaan met het dolf. Want mij lijkt het namelijk persoonlijk een vrij leuke idee, ook al zeg ik het zelf. Weet je, dat is altijd zoiets, hè? Ook al zeg ik het zelf. Ook al zeg ik het, weet je wel. Misschien is mijn mening niet belangrijk op het internet, maar ook al zeg ik het zelf. Mij lijkt het wel leuk om dat te gaan doen de volgende aflevering. Maar dat is dus echt aan jullie. Als jullie denken, Job, ga lekker verder met je tropische eilandje, mag het ook. Maar ik denk dat het wel leuk is om zo nu en dan ook wat afwisseling erin te brengen. Dat is ook de reden waarom ik meerdere projecten start op Survival Island. Zo kan ik om de 3 afleveringen gewoon weer een nieuw project doen. En dat houdt ook een klein beetje... variatie in de serie. Daarentegen wil ik ook heel erg graag, en dat wil ik eigenlijk ook deze aflevering gaan doen, ik heb nog zoveel dat ik wil doen. En dat ga ik ook zo direct heel even op het objectenbord schrijven. Want wij hebben namelijk een kippenkennel nodig. En ik hoef niet per se een automatische kippenfarm te hebben, maar gewoon een kleine mooie kippenkennel zal enorm chill zijn. Echt. We hebben hem nodig. En ik heb een goed idee voor hoe we een kippenkennel kunnen gaan maken. Wat we namelijk gaan doen, is wij gaan een enorm groot gat in de grond maken. Daar pleuren we een paar ladders in. En dan gaan we daar kippen in boeien. Voor de mensen die denken, joh, waarom ga je nou weer kippen boeien? Je hebt toch genoeg eten? Dat klopt. Alleen ik heb pijlen nodig. Want ik heb natuurlijk hier, als het goed is, Miley Cyrus binnen liggen. En Miley Cyrus die heeft natuurlijk haar voedsel nodig. Wat in dit geval dus pijlen zijn. Want ja, Miley Cyrus die is een boog. Jullie hebben het goed. En ik hoop dat hij hierin zit. Nope. Hi. Oh, wel. Ja, nice. Miley, yay! Ik heb hem gemist, jongens en meisjes. We hebben er weer. Nice. Dat werd weer eens een keertje tijd dat we die weer een keer vonden. Serieus. Ik heb thuis ook de beacon. Die moet ook nog afgemaakt worden. Zoveel projecten die we nog moeten afmaken. Dat is mooi om nu even gelijk naar het objectenbord toe te gaan. Dan kunnen we daar namelijk gelijk even mee bezig gaan. Maar ik geloof dat we nu wel genoeg roze dye hebben. Dus laten we snel verder gaan. Daarnaast wil ik binnenkort ook nog naar die end toe. Dus even kijken. We moeten naar die end. We moeten de beacon afmaken. We moeten een hele grote kippenkennel ondergronds maken. Met ladders. We moeten een tropisch eilandje afmaken. Er zijn nog zo enorm veel dingen die we moeten doen, onze meisjes. We zijn de komende afleveringen zijn we echt nog wel even zoet. En over een paar jaar zijn we bedorven, dus dan zijn we zuur. Bloem. Maar dat komt helemaal goed, jongens en meisjes. Voor de rest, super awesome om te zien dat jullie de Minecraft Skywars serie op Doe Maar Gamen zo enorm tof vinden om naar te kijken. Ik vind het persoonlijk ook enorm tof om te doen. En ik heb er ook elke keer weer enorm veel plezier aan om het voor jullie op te nemen en het voor jullie te maken eigenlijk. Dus dan wil ik jullie nog even bedanken. Super tof om te zien dat jullie daar allemaal enorm van genieten. En ik hoop dat ik er nog lekker lang mee verder kan gaan. Daarnaast ook tof dat jullie alle andere series zo leuk vinden rondom de Doe Maar Gamen vernieuwing, weet je. Ik bedoel, ik stop heel veel tijd in de Doe Maar Gamen vernieuwing. En dan is het voor mij echt super, maar dan ook echt super om te zien dat jullie er allemaal zo enorm van aan het genieten zijn. Ja, kijk eens aan. Zo. Zo. Is het wel de goede roze? Laten we het hopen. Laten we het fucking hopen. Ik heb niet alles voor niets gemaakt. Ik heb niet alles voor niets gemaakt. Laat ik hopen dat ik niet alles voor niets heb gemaakt. En ik heb gelukkig wel een ontwerpje kunnen openen op Google. Dat is het enige wat Google mij wel toe in staat liet. Van een klein huisje. Lekker van Oakwood. Gewoon een leuk... Ja, wat is het eigenlijk? Gewoon een leuk klein strandhuisje. Dus we nemen even het een en ander mee aan Oakwood. Ik geloof dat ik ook nog wat Oakwood saplings heb. Die heb ik ook even nodig. Dan kan ik namelijk dan ook even wat Oakwood bomen laten groeien. Dus die neem ik ook even mee. En dan zou ik zeggen, let's go to the Batcave. Oké, misschien niet de Batcave. Misschien is het maar gewoon een eilandje hier tegenover. Wat iedereen waarschijnlijk ook al weet. Maar dat interesseert me niet. We gaan er gewoon naartoe. En ik hoop dat het goed gaat komen. Ik had vandaag trouwens erg keelpijn. En ik was ook niet helemaal fit. Gisteren was ik ook niet fit. Ik ben al een paar dagen niet helemaal lekker. Beetje ziek eigenlijk. Dus dat is pittig vervelend. Maar ik voel me nu alweer wat beter. Dus hopelijk gaat het morgen gewoon picobello. En dan kan ik gewoon weer lekker bezig met mijn dagelijkse bezigheden, et cetera, et cetera. Want ik heb gezien dat heel veel mensen trouwens last hebben van buikgriep, van keelpijn, van misselijkheid, van hoofdpijn. Vervelend altijd om griep te hebben. Ik weet nog wel dat ik dat vroeger ook dat zo vervelend vond. Ik had het altijd, vind ik echt... Ik had er altijd een beetje pech mee. Dan ga je net wat leuks doen bijvoorbeeld, dan heb je griep. Nou, persoonlijk was ik iemand die altijd wel heel erg goed was met het zoeken van afleiding. Dus als ik dan ziek was,
ging ik gewoon mee. En dan was het vanzelf werd het wel minder. Zoals jullie horen aan mijn stem, het wordt echt slecht. En dat kan dus heel vervelend zijn. Want je wil, ik ben trouwens gisteren en vandaag ben ik ook niet naar school geweest. Ik voelde me namelijk echt niet zo lekker. En dan is het beter dat je, zeg maar, voordat je echt ziek wordt, gewoon even 2 dagjes gaat uitrusten en gewoon even gaat bijtanken. En dus eigenlijk gewoon ervoor zorgt dat de ziektemakers gewoon weggaan. Dan dat je, zeg maar, door blijft gaan en op het hoogtepunt pas thuis blijft en gewoon even gaat uitrusten. Want op die manier takel je jezelf namelijk een beetje af. Dus ja, ik ben een beetje ziek. Ziekjes. Vandaar heb ik hier ook een heerlijke fles met AA staan, waar eigenlijk geen AA in zit, maar gewoon heel skeer water. Maar morgen ga ik dus gewoon lekker naar school toe. Ga ik weer lekker met mijn vrienden chillen. Heb ik voor jullie weer allemaal schoolverhalen klaar liggen. Dus dat moet hartstikke alles worden, guys. Ik heb er zin in. Klinkt misschien raar, Job, heb je zin in school? Ja, thuis zijn is leuk hoor, daarentegen. 2 dagjes gewoon extra een keer. Om een beetje bij te tanken. En gewoon een beetje die ziektemakers weg te krijgen. Maar toch, weet je, het is ook wel weer leuk om weer naar school te kunnen. Dus, maar kijk, ik heb gehoord dat heel veel mensen last hebben van griep de afgelopen dagen. Dat is vrij vervelend, want ik weet hoe irritant het kan zijn. Ik heb ervaring mee, geloof me. Elk mens heeft ervaring mee daarentegen. Dus daarom zeg ik ook, ik heb er ervaring mee. Maar ja, het griep kan heel vervelend zijn. Ik meen het, griep kan heel vervelend zijn. Zo. Kijk, je hebt de griep die gewoon keelpijn geeft. Die is vervelend, maar dan kun je gewoon nog lekker op bed liggen. Maar je hebt ook de griep die je laat kotsen. Dat had ik gelukkig niet. Ik heb meer die keelpijn. Maar die keelpijn kan ook heel vervelend zijn. Want ik meen het, kijk, echt van zo'n droge keel dan. En dan begint het een beetje te... Nou, niet zozeer te jeuken, maar dan begint het te branden. En dat kan echt enorm vervelend zijn. Dus vandaar. Maar ik ga dus even proberen dit af te maken, deze aflevering. De plantage. Want we willen natuurlijk wel dat we dat zo snel mogelijk af hebben. Want dan kunnen we ook zo snel mogelijk weer verder gaan met andere leuke bezigheden waar ik erg veel zin in heb. Dus hopelijk hebben jullie daar zin in. Gisteren ben ik daarentegen, heb ik wel de mogelijkheid gehad, ook al was ik een beetje grieperig, heb ik wel de mogelijkheid om verder te gaan of een klein beetje verder te gaan met het speciale project. En ja, vele mensen die zullen zich misschien afvragen wat het is. Jammer genoeg heb ik nog niet in de comments kunnen kijken van de vorige aflevering. De vorige aflevering had ik jullie namelijk verteld van laat me even in de comments weten wat jullie denken dat het is. Ik denk, misschien kan het wel. En ja, zoals ik al zei, maar er wordt iets met het internet gedaan. Dus ik kon even niet kijken. Maar ik denk dat veel mensen al flink aan het raden zijn geweest. Dus ik ben ook enorm benieuwd of er mensen zijn die dicht in de buurt zitten. Ik betwijfel het daarentegen wel. Ik weet niet of jullie het zouden verwachten. Maar ik kan jullie wel vertellen dat het awesome gaat worden. En dat het niet meer heel erg lang gaat duren voordat ik het ga releasen. Kleine spoiler is dat. Maar zo nu en dan moet je ook wel een spoiler geven. Om het een klein beetje spannend te houden, om het even zo te zeggen. Maar jullie mogen dus uiteraard gewoon raden in de comments. Wat het project is waar ik de afgelopen dagen / weken mee bezig ben geweest. Ik ben er nog steeds mee bezig daarentegen hoor. En ik probeer er wat vets van te maken voor jullie. Daarnaast ben ik natuurlijk ook enorm druk bezig met Doe Maar Gamen. Omdat ik natuurlijk de Doe Maar Gamen vernieuwing nu heb. En waar ik ook enorm veel tijd in wil steken. Dus dat is naar mijn mening heel erg tof. Ik vind het nog steeds super tof om te doen. En mijn vraag aan jullie is, zijn er nog games die jullie maar graag willen zien spelen? Ik heb natuurlijk de vorige aflevering ook al even een beetje gevraagd van, jongens, hebben jullie nog games, oud, nieuw, het maakt niet uit, die jullie mij nog graag willen zien spelen? Bij deze vraag ik het nog een keer. Als jullie games hebben die jullie mij echt nog super graag zouden willen zien spelen, dan wordt het altijd geapprecieerd als jullie dat in de comments zouden schrijven. En daarnaast heb ik eigenlijk vrij weinig te vertellen. Dus wat we gaan doen, is we gaan zo direct gaan we dus even kijken of wij op het objective board kunnen schrijven. Dat wij, wat moeten we ook weer maken? Ik ben het heel even kwijt. Kan ik dit trouwens doen? Is dat mooi? Ik weet het niet. Maar we gaan dus zo direct heel even op het objective board schrijven welke dingen we nog echt moeten gaan doen. Want ik wil dus sowieso enorm graag nog een kippenkennel maken. Of een kippenfarm, dat is met hoe je het wilt noemen. Dus dat wil ik nog graag doen. Maar daarnaast wil ik ook nog wat andere dingen doen. Kijk, dit is best tof. Alleen ik zat te denken aan wooden slabs om er overheen te leggen. Kan het? Nee, het kan niet. Kan ik misschien als ik het met dit doe? Skeer. Heel skeer misschien, maar ik wil het gewoon op deze manier doen. Ah, shit. Nu heb ik het alleen nog maar moeilijker voor mezelf gemaakt. Oké, wat we dan gaan doen? Dat is gewoon de Job manier, hè. Gewoon moeilijker doen dan het eigenlijk hoeft, maar dat maakt niet uit. Zo. Maak even snel wat slabs. 60. En hopelijk gaat dat eruit zien zoals ik het eruit wil laten zien. Ik denk het haast wel. We maken er gewoon even een mooi dakje van, weet je. Gewoon een mooi glazen huis, zo moet je het eigenlijk zien. Met gewassen erin. Die gewassen moeten we nog een beetje uitbreiden daarentegen. Maar dat komt helemaal goed. Het is meer voor de show, hè, guys. Ik bedoel, als we het echt voor het eten deden, hadden we het niet eens hoeven te doen. Want we hebben al genoeg eten. Maar het is meer een beetje gewoon voor de show. Een beetje showbiz-achtig moet je het zien. Daarnaast wil ik dus ook nog graag dat strandhuisje maken. Waar we ook niet echt in gaan slapen. Maar het is wel leuk om te zien hoe Survival Island vooruit gaat. Als je kijkt naar bouwwerken. Als je kijkt naar voorzieningen, et cetera, et cetera. Moet je nagaan dat we bij dag 350 of hoe. Dit is geloof ik dag 346. Dat we dan nog ineens een fucking kippenkennel hebben. Eigenlijk schaam ik er wel een beetje voor. Hoor, jongens en meisjes, want de meeste mensen zullen namelijk bij, nou pak hem eens beet, dag 10 zouden ze al wel een kippenkennel hebben. Dan moet ik daarentegen wel duidelijk maken dat ik al eerder een keer een kippenkennel heb gehad in Survival Island. Alleen die is jammer genoeg ten onder gegaan wegens het feit dat ik niet wist dat kippen over ventjes heen konden komen. Dus vandaar ga ik ook een enorm groot gat in de grond maken. Leuk feitje. Dit zullen de, ja hoe kan ik het noemen, dit zullen de langer doe maar gamen kijkers zich waarschijnlijk nog wel herinneren. Shut the fuck up, Miley. Niet doen, je kloten. En Enderman, kom hier. Oh snap.
Maar in ieder geval, dit zullen de oude Doom Gamer kijkers zich waarschijnlijk nog wel herinneren. Ik had vroeger had ik een server. Dat noemde ik de G-Craft server. En de G-Craft server, daar speelde ik ja, Minecraft in. Logisch, je hoort het al, craft. En ik had in de server had ik echt de allergrootste kippenkennel ever. En al de mensen die zowat in de server zaten, kregen er gewoon lag door. Dus ik ben niet van plan om dat te gaan doen. Ook al is mijn computer wel gewoon goed genoeg. Maar binnenkort gaat mijn computer ook wat geüpgraded worden. Dus daar heb ik wel zin in. Moet zeggen, lijkt me tof. Ik ben benieuwd wat. Ik heb geen idee wat voor onderdelen erbij komen hoor. Verdomme, fuck off, weet je. Stop eens een keer met die pijlen in mijn anus. Wat is dat toch met jullie? Hier. Zo. Maar in ieder geval, om even back to the point te komen, mijn hele PC gebeuren. Zodat hij gewoon iets sneller kan renderen, et cetera, et cetera. Want dat lijkt me namelijk wat chill, om eerlijk te zijn. Maar nee, eerst ga ik dus even dit zo fixen, even plaatsen. Want we moeten er natuurlijk zeker van zijn dat dit allemaal werkt. Hoppakee. Ja, nice. Hop. En ik neem er dus eigenlijk ook vrij vroeg op. Het is momenteel 11:50. Dus dat is wel leuk, omdat ik natuurlijk niet helemaal lekker ben. Ik moet zeggen, mijn verkouden is gelukkig wel weg. Na verkouden, ik had het idee dat ik verkouden werd. Er zijn vrij weinig dingen waar ik echt een scheidhekel aan heb. Maar verkouden, dat kan ik echt een hekel aan hebben. Helemaal s'avonds als je wil, lekker wil gaan slapen. Of gewoon als je wil gaan opnemen. Dat zijn even verkoudheid, jongen. Gewoon. Verkouden is gewoon een van mijn grootste... Kut. Vijanden. Oké, misschien niet mijn grootste vijanden. Maar wel een van mijn vijanden. Fuck verkoudheid, jongens, meisjes. Fuck verkoudheid. Nu in de comments. Nee, flauwekul. Maar verkouden, dat kan heel erg kloot zijn in ieder geval. Zo. Maar we gaan hier dus een hele mooie kennel van maken. Of een kennel, ik noem het wel een kennel, maar eigenlijk is het geen kennel. En ik wou hier ook nog een klein boerderijtje maken, leek me ook wel leuk om te doen. We kunnen hier trouwens ook die kippenkennel gaan maken, want op het vasteland hebben we veel minder ruimte. Dus als we hier nou gewoon die kippenkennel maken, dan heeft dit ook gelijk een grotere functionaliteit. Maar ja, dan moeten we er elke keer naartoe gaan. Ja, dat moet sowieso wel, weet je. Als we op het vasteland zitten, moeten we hier ook elke keer naartoe gaan. Dan maakt het niet uit of we naar ons eilandje moeten of naar het vasteland. En daarnaast, weet je, je gaat niet echt elke dag letterlijk weer die kippen slachten voor de veren. Dat doe je soms. En daarnaast is het ook wel leuk, want als jullie wisten, er zijn zoveel koeien en schapen dat er al een beetje laag FPS kan. Dat komt waarschijnlijk niet door een computer, maar het komt waarschijnlijk gewoon door de Minecraft Survival Island map. Want de map die kon in het begin alleen maar in snapshots. Leuk feitje, want de map die raakte elke keer corrupt wanneer ik hem in een gehele versie speelde. Maar sinds dat ik hem nu in 1.8 speel, is dat eindelijk gefixt. En daar ben ik echt insane blij mee, want ik vond het zo vervelend om alleen maar in snapshots te kunnen spelen. Dat was gewoon echt dramatisch gewoon. Ik ben wel blij dat dat momenteel gefixt is. En dit ziet ook niet heel lelijk uit trouwens, alleen we moeten nog even kijken hoe we dit... gaan doen. Ah, dit vind ik niet zo mooi. Ik zou hier graag lilypads overheen willen leggen eigenlijk, want... Nee, een beetje een no-go vind ik. Wacht eens even, als ik nou even zo doe. Dat ziet er sowieso wat mooier uit. Niet zozeer om het te oogsten, maar gewoon, dat ziet er dan gelijk wat beter uit. Ja, dan kunnen we er even eentje oogsten. Dan hebben we namelijk wat meer seeds erbij. Ah, we hadden al seeds, zag ik, maar dat interesseert me niet. Zo. Dan ziet het er van buiten ook wat leuker uit, weet je. Dan ziet het er wat realistischer uit. Zo, of ja, realistischer. Jullie begrijpen denk ik wat ik bedoel. Jammer kun je die melons kun je jammer genoeg niet gelijk laten groeien, weet je. Dat kan alleen maar op deze manier. Maar ik heb zoveel bomen, jongens en meisjes, hoeven ons gelukkig niet druk over te maken. Hoppakee, die carrots laten we even snel groeien. Ik heb hier nog een beetje bomen, of heb ik hier niet genoeg? Ik heb niet genoeg bomen bij me, zie ik. Ofwel, oh, ik heb nog 18 bones bij me. Hoppa, die hebben net... Oh, die bones hebben we geloof ik ook net letterlijk gewoon gekregen. Omdat we hier looting 2 op hebben. Omdat we al zoveel skeletons hebben gekild. Zo chill is dat looting 2. Ik wil eigenlijk... Eigenlijk moet ik hier looting 3 op hebben en unbreaking 3. Losing 3 en een Breaking 3, daar ben ik tevreden met dit ding. Dat wil ik eigenlijk ook nog proberen op te krijgen. Nou, dit ziet er in ieder geval tof uit. Alleen hier. Ik zou hier graag water overheen willen doen. Of water in willen hebben. Dat lijkt me wel tof. En dan maken we daar gewoon kleine trappetjes overheen. Dat zou wel leuk zijn. Of lilypads. Ja, zoveel lilypads heb ik jou. Oh, kut, ik doe het met mijn verkeerde shit. Kut, ik doe het met mijn verkeerde. Dat was niet de bedoeling. Oh, mijn god. Zo snel als dit gaat. Jammer genoeg gaat het met grass blocks langzamer. Maar toch. Jammer dat je gras niet letterlijk gewoon eraf kan knippen op een of andere manier. Dat zou leuk zijn. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar dan zeg ik, ik bedoel niet grasbloks, maar ik bedoel gewoon dit als gras. Even kijken hoe dit er uiteindelijk uit gaat zien, guys. Oh, kut. Wat heb ik nou juist gedaan? Wacht even hoor. Doe ik het goed? Ja, dit ziet er goed uit. Maar dit moet even vervangen worden daarentegen. Want dat ziet er weer een beetje raar uit. Zo. Heb ik een bucket bij hem? Ik geloof het namelijk niet. Nope, geen bucket voor deze jongen. Nou, dit wordt in ieder geval heel vet, ook al zeg ik het zelf. Ah, dat wordt leuk, jongens. Dat wordt heel erg tof, ook zeg ik het zelf, nogmaals. Maar wat we dus moeten proberen te doen, is we moeten sowieso proberen om hier overal water te krijgen. Dan heb je namelijk een beetje dat, nou niet echt zozeer dat grachtengevoel, maar ik denk dat het er wel leuk uitziet. Dus dat wil ik sowieso nog even gaan doen. Maar daarnaast wil ik proberen dit natuurlijk even helemaal af te maken, deze aflevering. Daar ben ik namelijk helemaal tevreden. Het zou heel tof zijn, ik zal even kijken, ja, als we deze aflevering sowieso het dak konden afmaken, dan ben ik heel erg tevreden. Dan hebben we toch best wel veel kunnen doen in deze aflevering.
Dan hebben we namelijk sowieso al het glas kunnen, hebben we dan kunnen doen. We moeten nog even een soort van opening maken, dat we het wel kunnen oogsten. Want het zou raar zijn als je geen opening hebt. Want ja, het staat er natuurlijk wel voor de sier, maar het is wel de bedoeling dat het wel mogelijk is om het te oogsten. Anders is het ook weer zo raar eigenlijk. Daarnaast moet ik ook wel even kijken waar ook weer die... YOLO, ik noem het even op deze manier. Kan dat niet? Jawel, dat kan. Als ik zeg dat het kan, dan kan het. Het is mijn wereld. Zo. Nice. Oké, ik denk dat dit ongeveer wel genoeg is nu. Dan kan ik dit even weg. Oh ja, het gaat heel snel. Voordat ik het zometeen... dit lijkt gewoon bijna op spleefband zo snel als dit gaat. Dat is niet te geloven. Zo. Ah, ik moet eerlijk toegeven, jongens en meisjes. Ik vind het een tof project. Ik wil sowieso de persoon bedanken die in de comments toen heeft geschreven van... Job, maak een natuurpark. Want door die persoon ben ik wel op dit hele idee gekomen. Ik heb die persoon daarentegen ook in de Book of Fame gezet. Want dat heb ik jullie ook verteld. Als jullie in de comments een leuk idee achterlaten voor dingen die ik nog kan gaan doen. Of dingen die ik nog kan gaan bouwen in Survival Island. Dan is er een hele grote mogelijkheid dat ik jou dan... in de Book of Fame zetten. En als we de 1000 likes halen, misschien zelfs wel op de Wall of Fame. Wat dus eigenlijk gewoon een muur is op mijn eilandje, in mijn huis, waar ik naam op zet wanneer we de 1000 likes hebben behaald. Dus als we op deze video de 1000 likes behalen, komen er de volgende aflevering 2 mensen in de Book of Fame. Dat ik er vandaag dus geen eentje in kan zetten. En ook eentje op de Wall of Fame, dat we dan dus 1000 likes hebben gehaald. Dus dat wou ik jullie nog even mededelen. En er gaan nog heel veel andere epische dingen gebeuren rondom Survival Island. Zoals dat hele kippen gebeuren, het hele beacon gebeuren, dat doolhof gebeuren. Er zijn nog zo enorm veel dingen die we moeten doen. Maar ik moet echt zeggen, jongens en meisjes. Niet lelijk dit. Niet lelijk. Ik had het echt lelijker verwacht. Ik had het lelijker dan mijn Frans lerares verwacht. Het is het niet. Het is gewoon niet lelijker dan mijn... Oké, dan moet ik zeggen, het is moeilijk om lelijker dan mijn Frans lerares te worden. Maar toch, jongens en meisjes, maar toch. En dit moet even... Dit gaan we nu slopen. Zo, nice. Normaal... Oké, de meloenen de goede al. Oh, wat mooi. Maar nee, pumpkins heb ik nog nodig. Heb ik helemaal geen pumpkins, schat, hier? Ik geloof namelijk wel. Maar ik zie ze niet, dus ja. Dat zal dan wel niet, hè? Dat zal dan wel niet. Ah, ik moet zeggen, jongens, meidjes trots, hoor. Deze jongen. Deze jongen is er blij mee. Zo. Afgemaakt en wel. Job en afgemaakt? Kan dat? Kan Job dingen afmaken? Ja, kijker. Je hoort het goed. Ik kan dingen afmaken. Kan ik deze nog heel even weghakken? Nee, kan niet. A new workbench it is. Ik maak ook gewoon op het laatste moment nog een workbench. Terwijl ik de hele tijd al eentje nodig. Een beetje dom, maar hé, maakt niet uit. Hoppakee. Ik heb er iets te veel gemaakt. Maar kijk eens aan, guys. Ah, ik vind hem vet. Ik vind hem echt vet. What the fuck, Job? Hoe de fuck doe je dat? Je kan dat toch helemaal niet? Nee, kijk. Ik weet het ook niet. Ik weet ook niet hoe ik het doe. Hoe doe ik dit? Ik ben... Oh, kut. Uiteindelijk moet dit wel, trouwens. Maar ja. Heb ik 3 iron bij me? Zeg dat ik iron bij me heb. Wees eens een keertje aardig. Want dan kan ik dit toch nog deze aflevering doen. Dit afmaken. Ik vind hem toch mooi, guys. Ik vind hem oprecht mooi. Zonder dolle. Even zonder dolle. Ik vind hem mooi. Een paar mooie gravelpaadjes, et cetera, et cetera. Trots ben ik. Ik ben er echt trots op. Ik vind hem mooi. Ik vind hem zo waar. Ik vind hem echt mooi geworden. Die bloemetjes zo aan de zijkant. Ah, het heeft wat. Het heeft gewoon wat. Je kunt zeggen wat je wilt, maar ik vind dat het wat heeft. Ik weet niet, joh, wat voor ziekte die heeft, maar hij heeft wat. Oh, wacht. Zo. Weet je, het is echt raar. Als ik hier binnen ben, heb ik zo'n warm gevoel. Alsof het is echt heel raar. Ik krijg het er letterlijk warmer van. Alsof het dan zo is van broeikas, yadi. Ja, daar moet ook nog glowstone hangen. Dat hoort er wel bij. Ik vind dat daarboven moet nog glowstone komen te hangen. Omdat het dan een soort echt een beetje een broeikasachtig iets lijkt. Dus jongens en meisjes, wat we de volgende aflevering hier nog aan moeten doen, is we moeten de volgende aflevering hier water neerzetten. Glowstone. We moeten de volgende aflevering het strandhuisje maken. En dan nog heel veel andere dingen doen. En we gaan de volgende aflevering dus ook wat nieuwe dingen op het doelstellingsbord zetten. Waaronder dus dat we een kippenkennel moeten gaan maken in de grond met ladders. Zodat we er lekker veel krijgen voor pijlen. Of eigenlijk voor de veren waar we uiteindelijk pijlen mee kunnen maken. De beacon moeten we afmaken. Dit moeten we afmaken. Dolf moeten we afmaken. Er gaan nog veel epische dingen gebeuren. Jongens, ben je nog niet geabonneerd op Doe Maar Game? En dan raad ik je aan dat te doen. Moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Als je mijn manier van praten leuk vindt. Als je mijn video's, series leuk vindt. Kun je natuurlijk even abonneren. Want dan blijf je namelijk op de hoogte van alles wat ik doe. Oh, kijk, we hebben hier wel water. Oh. Nou, in ieder geval. Van dan kunnen we dat alsnog de volgende aflevering doen. Van alles wat ik doe rondom dit kanaal. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering van Survival Island. Wat morgen om 17:30 is. En natuurlijk morgen om 17:30 en 17:30 weer een nieuwe video. Jongens, jullie zijn motherfucking bazen. Hopelijk hebben jullie zin in het speciale project. En dan zeg ik, inderdaad, laten mensen.